denk dat de persconferentie nog meer onduidelijkheid gebracht heeft en ons niet heeft geholpen om meer zicht te krijgen op wat er precies aan de hand is. Omdat de feiten niet zijn onderbouwd door met name duidelijke argumenten. En we hebben als parlementariërs de schriftelijke antwoorden niet ontvangen die beloofd zijn geworden door de minister van Financiën. Daarnaast is het zo dat de president een bedrag van 100 miljoen US dollar noemde, als te zijn het bedrag van de kasreserve wat niet verantwoord kan worden. En de regeringscommissaris het over 197 miljoen had. En buiten hoor je 250 miljoen. Dus wat is het nou? Het is voor ons toch compleet onduidelijk. En ik denk dat dat niet kan. Bij zo'n zwaarwichtige aangelegenheid moet het helder zijn om welk bedrag het gaat. Maar ook laat eenduidig zijn waar het bedrag voor is gebruikt. Want er zijn allerlei lezingen en die maken het ook niet duidelijker voor de samenleving. Dus ik vind het jammer dat de persconferentie inderdaad één is geweest waarvan je moet zeggen dat had een beter niveau moeten hebben. Maar ook inhoudelijk veel beter, waardoor we ook verder zouden weten wat er precies aan de hand is. En kennelijk kiest de president ervoor om de confrontatie niet aan te gaan met het college. En dat is jammer, want het is ook nog grondwettelijk vastgelegd in artikel 90... dat de president van de Republiek Suriname verantwoording aflegt in de Nationale Assemblée over het gevoerde beleid. En niemand staat boven de wet. Breveld staat niet boven de wet. Enig staat niet boven de wet. Maar de president staat ook niet boven de wet. De president moet zich ook onderwerpen aan de wet. En hij komt niet naar het parlement, maar hij kiest er elke keer voor om monologen te houden. En ook monologen die toch een bedenkelijk niveau hebben. Weet je, als er allerlei uitspraken worden gedaan over 17 februari en 24 februari. Het lijkt bijna campagne voeren, het lijkt op een politiek verhaal. Terwijl het gaat om ernstige beleidszaken die nu aan de orde gesteld moeten worden. Dus ik denk dat daarom de president de parlement mijt. Gewoon omdat hij de antwoorden niet helder en duidelijk kan geven.